Hallo iedereen. Deze week bij Wiskunde gaan we het hebben over gemiddelde snelheid. We gaan samen 3 oefeningen maken en aan de hand van de oefeningen ga ik jullie meer uitleg geven. Kilometer per uur. Heel vaak zien jullie langs de kant van de weg verkeersborden staan waarop een bepaalde snelheid staat. Bijvoorbeeld 30 km per uur, 50 km per uur of 90 km per uur. Maar wat wil dit eigenlijk juist zeggen, kilometer per uur? Kilometer per uur is een bepaalde snelheid. Bijvoorbeeld als je ziet langs de kant van de weg een bord waarop staat 30 km per uur, dan wil dat zeggen als je op die weg bijvoorbeeld 1 uur lang zou rijden aan die bepaalde snelheid, dat je dan 30 km hebt afgelegd. Of als je een bord ziet 50 km per uur, wil dat zeggen als je bijvoorbeeld 1 uur lang zou rijden aan die snelheid, dat je dan 50 km hebt afgelegd. Dus kilometer per uur, wat wil dat zeggen? Als je 1 uur zou rijden aan dezelfde snelheid, dan zou je deze afstand afgelegd hebben. Welke 3 elementen zijn belangrijk voor het bepalen van een gemiddelde snelheid? We hebben de tijd nodig, de afstand en uiteraard de snelheid. Tijd. De tijd is de periode dat iemand loopt, stapt of rijdt. Deze wordt weergegeven in minuten, seconden of uren. De afstand is de totale weg die afgelegd wordt, bijvoorbeeld van Mechelen naar Brussel. Deze wordt weergegeven in meter of in kilometer. Dan heb je nog de snelheid, dat is de afstand die wordt afgelegd in 1 uur. En deze wordt altijd weergegeven in kilometer per uur. Vooraleer we aan de oefeningen beginnen, moet je altijd een schema tekenen. Een schema eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als je ook moest doen als jullie de schaal moesten berekenen. Nu heb je in de oefeningen dat je moet maken 2 gegevens altijd staan en dat is afstand en dat is tijd. Oké, we gaan beginnen met het eerste vraagstukje. Justera neemt de Eurostar in Brussel naar Parijs. Ze doet hier 2 uur en 30 minuten over. De trein rijdt gemiddeld 205 km per uur. Ik vraag me nu eigenlijk af wat de afstand is dat de trein gereden heeft. Ik weet hoe lang de Justera er heeft over gedaan heeft. En ik weet eigenlijk ook wat de snelheid is van de trein. Maar ik wil nu weten, wat is de afstand tussen Brussel en Parijs die de trein rijdt? We gaan beginnen met het schema te tekenen. Onze afstand en de tijd komt erbij. En dan gaan we naar de gegevens kijken die hier staan in het vraagstukje. Wat je altijd als eerste moet doen, is kijken of er een snelheid in staat. Hier staat duidelijk een snelheid in, want de trein rijdt gemiddeld 205 km per uur. Dat is de snelheid van de trein. Ik kan deze gegevens invullen in het schematje. 205 km hoort bij afstand en 1 uur hoort dan bij tijd. Ik kan nog iets invullen in het schema. Ik kan nog een tijd invullen. 2 uur en 30. 2 uur en 30 minuten is de tijd dat de trein erover doet om tot in Parijs te geraken. Oké. Wat moet ik nu doen? Ik moet kijken langs welke kant, bij afstand of bij tijd, er 2 gegevens staan. In dit vraagstukje staan er 2 gegevens bij tijd. 1 uur en 2 uur en 30 minuten. Het valt me al direct op dat ik hier uren heb en hier 2 uur en 30 minuten. Ik ga deze omzetten naar minuten, omdat dit gemakkelijker is om te rekenen. Ik blijf langs de kant van de tijd. Waarom? Hier staan 2 gegevens. En wanneer ik 2 gegevens heb, dan begin ik altijd langs die kant met de bewerkingen. Oké, ik moet nu eigenlijk van 60 gaan naar 150. Ik kan dat niet in 1 keer doen. Dus, wat ga ik doen? Ik ga dit doen met een tussenstapje. Met tussenstap 1. Ja? Ik ga naar 1 minuut gaan. En dan is het eigenlijk gemakkelijk. Ik kan gaan van 60 naar 1 door te delen door 60. Want 60 gedeeld door 60 is 1. Van 1 naar 150
kan ik ook gemakkelijk gaan. Ik doe maal 150. Want 1, best wilt niet zo mee, maar 1 maal 150 is 150. Nu, deze kant is klaar. Wat ik doe van mijn werk hier langs deze kant, moet ik ook doen langs de andere kant. Zo, ik deel door 60. 205 gedeeld door 60. Dan kom ik uit op 3,41666. Nu, we hebben al geleerd in de klas hoe je moet afronden. Als ik zeg je moet afronden met twee cijfers na de komma, dan ga je kijken naar het derde cijfertje na de komma. In dit geval is dat een 6. Een 6 is hoger dan 5. Dan moet ik hier eentje bij doen. Dan heb ik 3,42. Dus je rondt telkens af op twee cijfers na de komma. Is jouw derde getal na de komma hoger of gelijk aan 5? Dan komt er bij het tweede getaltje plus 1 bij. Dan kom je op 3,42. Oké, ik heb al geleerd door 60 gedaan. En ik doe exact hetzelfde langs de andere kant. En dat was maal 150. En dan kom ik uit op 513 kilometer. En dit is ook ineens mijn uitkomst. Want ze vragen de afstand. Ik ga kijken bij het tabeltje afstand. Kom ik uit op 513 kilometer. En je ziet ook eigenlijk dat alles mooi naast elkaar staat. Want 513 kilometer hoort bij de 150 minuten. Op 150 minuten gaat de trein 513 kilometer afstand afleggen. Dus mijn uitkomst is de Eurostar van Brussel naar Parijs legt een afstand af van 513 kilometer. Dus als je de afstand zoekt, wat moet je altijd doen? Altijd uiteraard eerst jouw schema tekenen. Dan vul je de gemiddelde snelheid in. Dan ga je kijken hoe lang heeft de trein of de persoon erover gedaan. In dit geval was dat 2 uur en 30 minuten. Dan ga je gaan kijken naar de kant waar twee gegevens staan. En dat was in dit geval bij tijd. En dan ga je gaan naar stapje 1. In dit geval was dat naar 1 minuut. Dan ga je de bewerkingen opschrijven. En wat je langs de ene kant doet, moet je uiteraard ook doen langs de andere kant. En zo kan ik de afstand berekenen. Oké, nu is het aan jullie. Jullie nemen een blad en een pen. En jullie gaan naar Smart School en jullie gaan de eerste oefening maken om de afstand te berekenen. Je kan dat niet uit je hoofd doen, dus je hebt zeker een pen en papier nodig om het schemaatje op te schrijven en dan daarna jullie juiste antwoord in te vullen op de bookwidgets. Veel succes! Oké, we gaan starten met het tweede vraagstukje. Jente trekt haar wandelschoenen uit. Ze heeft zo net een tocht van 10 kilometer gewandeld. En ze heeft ook uiteraard genoten van het zonnetje. Met de pauzes ingerekend wandelde Jente 4 kilometer per uur. Mijn vraag is nu, hoe lang was Jente onderweg? Dus we moeten de tijd berekenen. Ik weet de afstand, dus ik weet ze heeft 10 kilometer gewandeld. En ik weet ook hoe snel ze gewandeld heeft. Ze heeft 4 kilometer per uur gewandeld. Maar dus nu wil ik weten hoe lang zij daarover gedaan heeft. We gaan beginnen met het schema te tekenen. Afstand en de tijd. En dan gaan we kijken naar het vraagstukje. Ik heb jullie al verteld met de vorige oefening. Als je een snelheid kan vinden in jouw vraagstukje, moet je die altijd als eerste opschrijven. De snelheid is hier 4 km per uur. Dus deze kan ik al invullen in mijn tabeltje. 4 kilometer per uur. Met 1 uur ga ik al direct omzetten in 60 minuten, omdat jullie al weten dat dit makkelijker werkt. Wat kan ik nog in de tabel invullen, is de 10 kilometer, want ik weet dat zij 10 kilometer heeft afgelegd. Oké, we beginnen langs de kant waar twee gegevens staan. Dat is nu in dit geval bij afstand. Ik ga naar een tussenstapje gaan. Ik ga naar tussenstap 1 gaan.
Waarom? Ik kan niet van 4 naar 10 gaan. Ik kan dat niet in één keer. Dus ik ga naar een tussenstapje gaan, naar tussenstapje 1. Van 4 naar 1 is gedeeld door 4, want 4 gedeeld door 4 is 1. En van 1 naar 10 doe ik maal 10, want 1 maal 10 is 10. Wat ik langs de ene kant doe, moet ik ook langs de andere kant doen. Dus, ik ga hier deel door 4, dan kom ik uit 15. En dan moet ik nog eens maal 10 doen, want ik heb dat langs de andere kant ook gedaan. En dan kom ik uit op 150 minuten. Dus, hoe lang was Jente onderweg? Zij was 150 minuten onderweg. Nu, we zeiden dat niet echt, hè, 150 minuten. Dus, wat kan je altijd doen, is het omzetten naar uren nog. En dan kom je uit op 2 uur en 30 minuten. Dus, als jij de tijd zoekt, weer alleen altijd als eerste jouw schema tekenen. Dan ga je de gemiddelde snelheid zoeken in het vraagstukje. En dan ga je het invullen in jouw tabel. Je vult de afstand ook in dat er is afgelegd. In dit geval was het 10 kilometer dat Jente had gewandeld. En dan ga je beginnen met jouw bewerkingen. Dus je gaat altijd starten langs de kant waar 2 gegevens staan. En je gaat naar tussenstapje 1 gaan. Je schrijft de bewerkingen op. En wat je langs de ene kant doet, ga je ook langs de andere kant doen. En dan zo ga je jouw juiste tijd krijgen. Nu is het aan jullie. Jullie gaan weer naar de oefeningen gaan op Smart School. En jullie gaan oefening 2 maken. Bereken de tijd. Weer al, neem een blad en pen en schrijf jouw schema op, omdat je dat anders niet kan uit je hoofd. Veel succes! Oké, nu komen we bij het laatste vraagstukje. Victoria ging als pauze even fietsen. Ze fietste best snel. Ze fietste 35 minuten en had 14 kilometer afgelegd. Nu wil ik eigenlijk weten hoe snel ze gefietst heeft. Dus nu ben ik op zoek naar de gemiddelde snelheid. Dus wat is haar snelheid? En we weten ook altijd, de snelheid wordt weergegeven in kilometer per uur. Dus we beginnen met een schemaatje te tekenen. Afstand en tijd. Ik heb gezegd in de 2 andere vraagstukjes, als je een snelheid kan vinden in het vraagstukje, moet je dit altijd als eerste invullen. In dit geval is er geen snelheid gegeven, want deze moeten we zoeken. Dus dan moet ik de andere gegevens invullen. Bij afstand kan ik de 14 kilometer schrijven en bij tijd schrijf ik de 35 minuten. Ik schrijf die ook naast elkaar, want die horen ook samen. Over 14 kilometer fietst hij 35 minuten, dus daarom staan ze ook naast elkaar. Oké, ik heb jullie verteld. Snelheid staat altijd in kilometer per uur. Altijd. Dus straks moeten wij iets uitkomen in kilometer per uur. Dus, wat kan ik ook invullen? Dit staat niet in jouw vraagstukje, maar dit moet je weten. Ik kan invullen 1 uur. 1 uur is 60 minuten. Waarom vul ik dit in, die 1 uur? Omdat ik weet, kilometer per uur, dit moet ik uitkomen. Daarmee dat ik die 1 uur al schrijf. Oké, en nu heb ik een tabeltje waar ik 2 gegevens heb, en dat is bij de tijd. En dan kan ik eigenlijk alles doen zoals we al geleerd hebben. Van 35 naar 60. Dat kan ik niet in één keer doen. Dus ga ik weer met een tussenstapje werken. Ik ga naar tussenstapje 1 gaan. Van 35 naar 1 gedeeld door 35. En van 1 naar 60 doe ik maal 60. Wat ik langs de ene kant doe, moet ik ook langs de andere kant doen. 14 gedeeld door 35. Kom ik uit op 0,4. Kilometer en 0,4 maal 60, dan kom ik uit op 24 kilometer. En nu zie je weer, dit staat mooi naast elkaar, 24 kilometer per uur. Dus hoe snel heeft Victoria gefietst? Victoria heeft 24 kilometer per uur gefietst.
Ja. En snelheid kan je niet zeggen 24 kilometer, want de snelheid wordt altijd uitgedrukt in kilometer per uur, daarmee dat je zegt 24 kilometer per uur. Oké, dus als je de gemiddelde snelheid zoekt, wat ga je dan altijd als eerste doen? Je gaat de afstand invullen die er afgelegd is. Daarna ga jij de tijd invullen die daarover gedaan is. Dan ga je kijken naar de kant waar twee gegevens zijn. Maar in dit geval is dat niet zo. Dus moet je nadenken, gemiddelde snelheid wordt weergegeven in kilometer per uur. Dus ik weet, bij tijd hoort ook 1 uur. En dan ga ik 1 uur zetten onder de tijd die ik al weet. Daarna heb ik dus wel twee gegevens en kan ik verder werken. Ik ga naar tussenstapje 1 gaan. En dan kan ik, wat ik langs de ene kant doe, ook langs de andere kant doen. En zo kom ik mijn gemiddelde snelheid uit. Nu is het terug aan jullie. Jullie gaan weer een blad nemen en een pen. En jullie gaan oefening 3 maken voor de gemiddelde snelheid te berekenen. En dan kan je weer al jouw oefeningen oplossen. Hierna, als je hiermee klaar bent, dan ga je oefening 4 oplossen, de gemengde oefeningen. Veel succes!